In de eerste verkoopweek voor het nieuwe theaterseizoen kocht het theaterpubliek van de regio Nijmegen al 20.000 kaartjes bij de Stad Schouwburg en Concertgebouw de Vereniging. Dat is meer dan de afgelopen jaren. We zien dat de lijn die we vorig jaar hebben ingezet qua aantallen nu ook nog positief stijgt. En dat hadden we gehoopt, uiteraard. En ook wel een beetje verwacht. De groei schrijf ik eigenlijk toe aan wat ik zie gebeuren. Dat mensen gelukkig vaker komen. Mensen uit Nijmegen, maar ook daarbuiten. Dus ook regionale groei. We zien zeker ook bij concerten die we bijvoorbeeld samen met Don Roosje doen. Dat bij de grote namen en dat het publiek eigenlijk van heide en verre komt. En dan naar de vereniging. Nou, bijvoorbeeld singer-songwriter het genre. Het is het genre wat we in de kleine zaal van de vereniging doen. Populair is cabaret, maar dat zien we eigenlijk landelijk. Dat zien we ook bij ons. Ja, populair zijn de namen als Philip Geubels. Dat is een hele populaire. Is ook op dit moment de enige die we helemaal hebben uitverkocht. We zien dat toneel, een aantal toneelvoorstellingen populair zijn. Moeders en Zonen met Paul de Leeuw. En ook De Verleiders die weer terugkomt. Maar ook populair is dans. De dansvoorstellingen gaan ook heel erg goed. Als je kijkt naar klassieke muziek, dan zijn de aantallen misschien in de zaal wat lager. Maar zien we wel dat in Nijmegen we daar echt wel publiek aan het bouwen zijn. Ook studenten zijn best wel geïnteresseerd in klassieke muziek als je daar specifiek naar kijkt. Maar misschien niet in de vorm zoals die er altijd zichtbaar was. In de grote zaal, stilzitten, niet hoesten. Ik denk dat we hebben een format, What's in the Music. Is ook weer in de kleine zaal, lekker met je biertje in de hand. Een uurtje luisteren naar echt aanstormers in de klassieke muziek. Op een andere manier, daar is Nijmegen perfect voor. Wat zegt dit over het Nijmeegse theaterpubliek? Ik denk dat het zegt dat Nijmegen geïnteresseerd is in theater. Graag komt. Ik hoop dat wij met onze gastvrijheid daaraan bijdragen. Het zegt dat Nijmegen een goede plek is om te vinden op cultureel gebied wat je er wil vinden. En daar dragen wij in de genres aan bij. En ik denk dat we een heel goed danspubliek hebben.